We gaan klok kijken met de analoge klok met wijzers en getallen en de digitale klok met alleen getallen. We gaan alle tijden tussen een uur behandelen. We beginnen om 1 uur. De grote wijzer wijst omhoog, de kleine wijzer geeft het uur aan. Het is dan 1 uur in de nacht en 1300 uur in de middag. In de middag is het 12 uur later dan 1 uur in de nacht. Eén klein vakje later, dan is het 1 minuut over 1, want ieder klein vakje is 1 minuut. Op de digitale klok geven we dan aan 1.01, het is 1 minuut over 1, en in de middag is het 1 minuut over 1300 uur, want 13 uur was 1 uur in de middag. Het is hier 5 over 1. De grote wijzer is 5 minuten verder dan 1 uur. Op de digitale klok geven we aan 1.05 en in de middag 13.05. Op de digitale klok geven we altijd het aantal minuten aan dat het over het hele uur heen is. Als de grote wijzer nog 5 minuten verder is, dan is het 10 minuten over 1. We noemen dat 10 over 1. Op de digitale klok zien we 10 minuten over 1 uur en in de middag is het 10 minuten over 13 uur. Als de grote wijzer nog 5 minuten verder is, is het 15 minuten over 1. We noemen dat kwart over 1 omdat het een kwartier over 1 is. De digitale klok geeft weer precies aan hoeveel minuten we over 1 uur zijn en dat is 15 minuten. In de middag zeggen we dan, het is 13.15. Als de grote wijzer nog 5 minuten verder is, is het 20 minuten over 1, want het is 4 blokjes van 5 minuten over 1. We kunnen hier ook zeggen, het is 10 voor half 2, want het is namelijk over 10 minuten half 2. We kiezen hiervoor om altijd het dichtst te zijn bij het half uur wat we benoemen. We benoemen het half uur half 2, en daar zijn we nu 10 minuten voor. Op de digitale klok moeten we altijd aangeven hoeveel minuten over het hele uur heen is. Dit is dus 20 over 1 en 20 over 13. Nog 5 minuten verder zijn we 25 minuten over 1, maar dat zeggen we eigenlijk nooit. We zeggen hier 5 voor half 2. Dus vanaf kwart over 1 gaan we naar 10 voor half 2 en dan is het 5 voor half 2. Op de digitale klok moeten we nog steeds aangeven hoeveel minuten we over 1 uur heen zijn. Dus 1.25 en 13.25. Als de wijzer beneden staat, is het half, want we zijn op de helft naar 2 uur toe. Op de digitale klok laten we zien dat we 30 minuten over 1 uur zijn en in de middag 30 minuten over 13 uur. Dan gaan we 5 minuten verder. We zijn 5 minuten over half 2. Als de wijzer helemaal beneden staat, noemden we het half 2. Nu noemen we het 5 over half 2. Op de digitale klok zijn we 35 minuten over het hele uur en in de middag 35 minuten over 13 uur. We zijn nu om 10 over half 2. We zijn 10 minuten na half 2. Het is 1 uur 40, 40 minuten over 1 en in de middag 40 minuten over 13. Dan komen we dicht bij 2 uur. We hebben in kwartieren gewerkt en nu zijn we op een kwartier voor 2 uur, dus kwart voor 2. Op de digitale klok moeten we nog steeds aangeven dat we 45 minuten over 1 uur heen zijn en 45 minuten over 13 uur. Aangezien we net al kwart voor zeiden, is het logisch dat we nu zeggen we zijn 10 minuten voor 2 uur, dus 10 voor 2. Op de digitale klok geven we nog steeds aan 50 minuten over 1 en
50 minuten over 13 uur. En 5 minuten later zijn we 5 minuten voor 2, dus 5 voor 2. We zitten dan 55 minuten over 1 uur in de nacht en in de middag 55 minuten over 13 uur. Nu is het uur rond en zijn we op 2 uur. Bij de digitale tijd verspringt dan de tijd voor de punt naar 2.00 uur. In de middag is het 2 plus 12, dus 14.00 uur.